Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Romy en je kijkt naar het kanaal Snuitable. Ik heb zelf 2 schimmels en ik ben echt gek op schimmels. Ik vind ze prachtig, vooral als ze zo mooi wit zijn en je ziet ze op wedstrijd tussen alle andere paarden. Dan ja, springen ze er toch wel uit. Maar ja, als je een schimmel hebt, probeer ze maar eens mooi schoon te houden. En daar gaat deze video over. Mijn toverwoord is echt bijhouden. Als je een schimmel hebt of een bondpaard of een fjord of een ander lichtkleurig paard, probeer het echt zo goed mogelijk bij te houden. Je kan daarvoor bijvoorbeeld een poetsblok gebruiken of een vlekverwijderaar of een houtskool. In ieder geval zorg ervoor dat je het niet te veel laat oplopen. En eens in de zoveel tijd moet je ze gewoon lekker wassen. En daar gaat deze video over. Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn pony een snuitje klaarmaak voor de wedstrijd. Er zijn verschillende shampoos die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld zilvershampoo. Dit verwijdert de gele gloed uit de haren. Maar je hebt ook van de paardenmerken speciale paardenshampoo. En wat ik heb uitgevonden is dat Betadine scrub en Betadine shampoo ook echt super goed werkt. Een ander fijn product is Biotex, de groene doos. Dit is eigenlijk een product voor handwasjes om je kleding in te wassen. Je kan het kopen bij de supermarkt of drogist. Maar het werkt echt super fijn om de staart van je paard mooi wit te maken. Een beetje op gevoel gooi ik wat Biotex in een emmer met warm tot lauw water. En daarmee gaan we de staart van ons paard inweken. Als de staart nou echt heel erg vies is, spoel hem dan eerst even gewoon af. Want anders is je sopje gelijk vies. En nu kan ik het sopje nog bewaren voor de rest van het paard. Vervolgens maak ik het snuitje eerst helemaal nat. Ik was eerst bij de benen begonnen en daarna werk ik omhoog. En als dat gebeurd is, begin ik met het insoppen van de manen. Ik gebruik hierbij een paardenshampoo speciaal voor schimmels. Ik ben niet zo heel zuinig met de shampoo zoals jullie zien. Ik laat het daarna even lekker inweken. De Biotex is inmiddels lekker ingetrokken in de staart en daar voeg ik nu ook wat shampoo aan toe. En het sop wat daarbij vrijkomt, dat gebruik ik meestal nog even voor de hakken. Daar zitten vaak ook vieze vlekken die echt wat inweektijd nodig hebben. Het overgebleven sop van de Biotex, dat gebruik ik nu om de borstel goed nat te houden. En met wat paardenshampoo ga ik nu de rest van snuit even goed inboenen. Tussendoor stop ik mijn borstel steeds even in het Biotex sopje. En het is ook wel lekker warm, omdat ik natuurlijk warm water heb gebruikt voor de sop. Ik had nu de paardenshampoo speciaal voor schimmels gebruikt, maar je kan ook zilvershampoo gebruiken. Het komt allemaal op hetzelfde neer, het is allemaal een soort van paarsblauwe shampoo. De bedoeling is dus dat je het wel heel goed invrijft en ook weer heel goed uitspoelt, want anders kan je dus blauwe vlekken op je paard houden. Doe het uitspoelen heel grondig, van boven naar beneden. Gebruik je hand om te voelen dat echt al het sop eruit is. Want als er zeep achterblijft in de vacht, krijgt hij jeuk en gaat hij schuren en dan, ja, dat is niet fijn. Mochten er nou echt nog vieze vlekken achterblijven op je paard, kan je altijd nog Betadine shampoo gebruiken. Het ziet er een beetje raar uit, maar geloof me, het wordt echt wit. Ik heb Betadine altijd op stal om eventueel wonden mee te desinfecteren, maar het is in verhouding een vrij dure shampoo om je hele paard mee te wassen. Mijn eigen handen zijn inmiddels ook mooi schoon, de vraag is hoe lang dat zo zou blijven. Niet vergeten om het zweetmes te gebruiken als je klaar bent met wassen. En dan gaan we naar de laatste stap van vandaag. Ik gebruik daarvoor babydoekjes en een speciale vlekverwijderaar. Die kan je kopen bij de paardenwinkel. Ik spray het doekje in en daarmee ga ik het hoofd schoonmaken. Ik vind het een vriendelijke manier en je kan ook heel precies te werk gaan. Het werkt ook heel goed, dus water hebben we niet nodig. Het resultaat is een prachtig mooi wit paard. Maar dat wil je natuurlijk zo houden, vooral als je pas een dag later op wedstrijd gaat. Probeer nieuwe poepvlekken zoveel mogelijk te voorkomen. Dus zorg voor een schone stal, vlecht de staart in en gebruik eventueel nog een staldeken of een zomerdeken, afhankelijk van het seizoen. En ja, helaas, het kan gebeuren dat er toch nog een poepvlek op zit een dag later. Wat ik dan doe is even het overtollige vel eraf borstelen en vervolgens gebruik ik de vlekverwijderaar. Ik spray de vlek in, laat het heel even intrekken en wrijf het dan weg met een handdoek. En dat werkt eigenlijk heel fijn. Uiteindelijk dek ik het nog een beetje af met wat talkpoeder. Dat kan je een beetje zo opstempelen en dan heb je een mooi wit paard. Jullie hebben nu gezien hoe ik het doe. Ik ben heel erg benieuwd of jullie nog aanvullende tips hebben, want ja, alle tips zijn natuurlijk welkom. Met 2 schimmels heb ik aardig wat werk. Of misschien doen jullie wel precies hetzelfde als ik. Laat het in ieder geval even achter in een reactie. Vind ik heel leuk om te horen. Als je het een leuke video vond, geef even een duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En hopelijk weer tot een van mijn volgende video's. Doei doei!